Gezond eten op een innovatieve manier nog gezonder maken. Dat probeert het bedrijf Fortified Food Coatings. En de naam zegt het al, door het eten te coaten. Diederik, dit is een gekookt bord. Wat is hiermee gebeurd? Nou, om te beginnen is het een hele mooie maaltijd. Mm. Ja, en daar hebben we een heel dun laagje op gedaan van gelatine, een natuurproduct. Dit bestond nog niet. Wat kunnen we hiermee? Gelatine is een natuurproduct en deze is er eentje die ook nog eens een keer bijzonder is gemaakt. Mm. Doordat we daar nutriënten aan toe hebben gevoegd. Mineralen, vitamine. In de toekomst is verrijkte voeding een van de belangrijkste dingen om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste voedingswaarde binnenkrijgt. Hoe ben je op dit idee gekomen? Dit idee stamt terug tot mijn oude horecatijd, waarbij we vaak de luxe buffetten aflakten met een beetje gelatine en een kwastje. En dat was omdat een buffet staat lang klaar en we willen bepaalde ingrediënten nog wel eens uitdrogen. Ja. En om dat tegen te gaan, om het beter te kunnen transporteren, en om een mooie glans te geven, lakte je dat af. En wat we nu doen is eigenlijk hetzelfde, maar dan verrijken we het met de nutriënten, zodat het echt functioneel eten is. En daarnaast presenteert het ook beter. Diederik had het idee, het plan, de connecties, maar voor de praktische uitwerking kwam de Has om de hoek kijken. Dag Edwin, goedemiddag. Jij bent bij dit project betrokken geweest vanaf het begin af aan, toch? In het begin ben ik vanuit de Has voor een stage betrokken geraakt bij het project. Daarin heb ik bij Roeselo het product ontwikkeld. En daarna heb ik bij een ander bedrijf inderdaad het prototype ontwikkeld om de coating op de maaltijd aan te brengen. Want dat is natuurlijk de tweede vraag. En daarvan is dit het resultaat. Nou, wat loop je dan tegenaan met bijvoorbeeld het sprayen van zo'n gelatine? Nou, het is heel viskeus. Het wordt heel dik snel. Het is heel dik. Dus je krijgt het niet met... En gelatine heeft natuurlijk bepaalde eigenschappen. Zoals dat het heel erg schuimt. Dus je kunt het niet overal mee op de maaltijd aanbrengen. Als je nou het resultaat ziet en wat er ook nog gaat komen, ben je dan trots op het resultaat? Het is natuurlijk, als je eerst iets bouwt, is het natuurlijk de vraag of het werkt. Dat je hebt een gedachte van, hey, deze methode werkt. En als het dan daadwerkelijk ook werkt, is het wel heel mooi. Maar dat verrijken, dat is een belangrijk punt. Waarom is dat belangrijk? En met die gezonde ingrediënten en een goede bereiding heb je nog steeds een aantal mensen die niet alles binnenkrijgen wat ze nodig hebben. En dat kunnen sporters zijn die presteren, die eigenlijk gewoon veel meer zouden moeten eten. En mensen die veel minder kunnen eten, omdat ze niet zoveel kunnen eten. Of omdat ze in het ziekenhuis liggen, of omdat ze op school zitten. En daarmee kun je allemaal specifieke aandoeningen oplossen. Dag Sjoerd, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie hebben het hier bij Hockeyclub Den Bosch getest. Hoe beviel het? Ja, eigenlijk heel erg goed. De jongens hebben niets gemerkt, we hadden ook niets gezegd. En ze hebben alles allemaal netjes de bordje op en geen vragen. Ja, het ging er zo in. Het ging er zo in. Hoe belangrijk is eten voor een topsporter? We zijn constant op zoek eigenlijk om hoe kunnen we nog beter presteren. En voeding is daarbij een ondergeschoven kindje. En dat merk je wel degelijk. We hebben te maken met studenten, een aantal die werken. Komen vanuit de werk snel naar huis, snel wat eten. En daar zou ik wel graag meer controle over willen hebben. Dat ik ook weet dat dat stukje gewoon goed geregeld is. Maar als je kookt als club of eten laat brengen door een cateraar, weet je wat ze krijgen. Waarom is dan die coating daar nog belangrijk bij of wat kan er toevoegen? Nou, die coating is zo interessant omdat je daar eigenlijk vitamine en nutriden in kan doen waarvan wij weten, hey, dat kan dus voor het herstel beter werken en voor de prestatie. En dat is met name het meest interessante stuk. Heb je het zelf geproefd? Ja, ik vond het heerlijk. Ja, ik merkte ook gewoon helemaal geen verschil. Nou is de trend, het moet gezonder, minder zout, minder E-nummers, minder toevoegingen aan eten, zo puur mogelijk. Dat doen de cateraars ook. En dan ga je er weer een laagje bovenop leggen. Hoe ga je dat verkopen? Nou, het verkoopt zichzelf. Dat is het leuke. Op het moment dat je dus aan mensen gaat vragen van wat heb je liever, een gewone maaltijd waarmee je of ondervoed of een beperking hebt met je gezondheid. Of je hebt een hele gezonde maaltijd die er beter gepresenteerd uitziet. Mm-hmm. Mooie ingrediënten. Het ziet er smakelijk uit. En deze gelatine is een oud natuurlijk product dat oplost als je het warm maakt. Dus je hebt er helemaal geen last van. Ja, wie zijn dan de klanten? Wie moeten dit product of deze machine gaan gebruiken? Nou, de klanten dat zijn maaltijdfabrikanten en cateraars. Die dus naar hun doelgroepen hele specifieke maaltijden maken. Wat zijn je dromen? Waar moet dit uiteindelijk naartoe? We zouden graag een variant maken die in elk ziekenhuis staat. Hè, zodat je echt mensen die daar zijn hele specifieke maaltijden kunt geven voor een operatie of om te herstellen. Dat is nog een stap te ver nu, maar daar werken we wel naartoe.
Ja, prachtige reportage, natuurlijk ook een prachtig onderwerp. Welkom aan tafel, Dick Pauws. U bent voorzitter van HAS Hogeschool in Den Bosch en natuurlijk ook al sinds een jaar in Venlo. Heel goed. Jullie groeien als kool, om maar een beetje in de agrosfeer te blijven. Ooit begonnen als agrarische opleiding. Ja, bedienen jullie nu een gigantisch spectrum. Noem eens heel even de disciplines. Ja, dat gaat feitelijk van de agro naar de hele voedingsindustrie. Tot en met de retail en de foodservices aan toe. De hele groene ruimte die wij bedienen. Floralia, waar we nu staan, zeg maar, ook een heel mooi voorbeeld. Ook dat is HAS, zou ik nou zeggen. Hoe bedoelt u dat? Ook dat is HAS? Nou, de landschapsinrichting, tuin- en landschapsmanagement, dat soort opleidingen, ook die vind je bij de HAS. Er wordt gezegd dat de Floraliën ook jullie sector promoot. Hebben jullie dat nodig? Ja, ik denk dat het voor onze sector heel erg belangrijk is dat de consument meer zicht krijgt op wat groen en voedsel. Want die beide dingen horen wel bij elkaar. Wat groen en voedsel eigenlijk betekent voor het leven van de mens. Technologie is natuurlijk belangrijk, maar uiteindelijk, we zien dat op de film ook. Ja, de bevestiging daarvan. De bevestiging daarvan. Technologie is natuurlijk heel erg belangrijk, maar uiteindelijk wil je gezond en vreugdevol leven, zou ik zeggen. Ja, dan gaat het wel om goede voeding, lekker eten en om een hele mooie omgeving waarin je kunt leven. Om terug te gaan naar die kennis. Jullie leveren vanuit de opleidingen en de diverse opleidingen kennis en onderzoek aan bedrijven. Waarom zijn jullie dat gaan doen? Nou, wat voor ons heel erg belangrijk is in onze opleidingen is dat studenten vanaf het begin af aan heel sterk die voeling met het bedrijfsleven, met de beroepspraktijk zoals het onderwijs dat noemt, met die beroepspraktijk krijgt. Mm-hmm. En om dat te kunnen doen zitten er allerlei projecten in de loop van de studie waar ze met concrete bedrijven, concrete vraagstukken met bedrijven aan de slag gaan. En uiteindelijk in het vierde jaar, het afstuderen, krijgen ze een afstudeeropdracht. Waar een bedrijf echt voor betaalt en ook echt een resultaat wil zien. Dus dan gaat het niet meer om studie en leuk en aardig. Nee, dan gaat het gewoon om hele concrete, echte resultaten. Ja, maar raakt nu meteen wel een kantje, want die studie, leuk en aardig. En in één keer moet je gewoon volledig mee dan in dat bedrijfsleven. Sterker, jullie leveren kennis. Jullie praten over een kennistransfer. Ja. En jullie doen onderzoeken. Maar hoe is het niveau dan? Want je zegt ook dat het bedrijfsleven daarvoor betaalt. Ja. Dus hoe werkt dat dan? Ik heb een idee, een concept. Ik kom naar jullie. Ja, ja, u komt naar ons of wij komen naar u. Hè. Beide gebeurt uiteraard, maar er ligt een vraagstuk. En wij gaan kijken op het niveau uiteraard van een afstuderende student. Laat het wel helder zijn. We vragen niet meer dan ze kunnen. Maar op dat niveau van die afstuderende student of wij dat vraagstuk kunnen oplossen. En juist veel vraagstukken in dat midden- en kleinbedrijf. Ja, dat zijn vraagstukken waar studenten in die afstuderende fase vaak in een eerste aanzet. Een stuk prototyping. Werkt het wel, werkt het niet? Wat kan wel, wat kan niet? Daar hebben studenten vaak toch heel wat in huis. Verrassende dingen in huis, ook voor ondernemers. Snijdt het mes aan twee kanten. Betaalbaar voor het bedrijfsleven. Interessant voor jullie om te excelleren en te onderzoeken en te kijken waar de skills van de studenten allemaal zitten? Ja, ik denk dat het mes heel duidelijk aan twee kanten staat. Juist die vroege fase zeg maar, van eerste stappen in de ontwikkeling, daar is vaak niet veel geld voor beschikbaar. En dan is zo'n traject met de HAS vaak heel erg aantrekkelijk voor een bedrijf. En voor ons, op die manier, weet je wat er leeft aan nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven bij bedrijven. Nou, laatste vraag, toch nog een beetje tip van de sluier. Wat heeft jullie nou in staat gesteld om deze paden te bewandelen? Je ziet gewoon, er zijn opleidingen, die doen hun kunstje. Ze scherpen het misschien een beetje aan. Maar jullie zijn zelf ook heel erg out of the box te gaan. Ik begon ook met die vraag. Maar hoe heb je dat kunnen realiseren? Wat is de visie? Ja, ik denk uiteindelijk het allerbelangrijkste voor ons is de verantwoordelijkheid echt bij onze docenten neerleggen. Die de ruimte geven om samen met studenten op zoek te gaan naar hun talenten en hun ontwikkeling. En die ruimte creëren laag in de organisatie, goede mensen aan boord hebben met ervaring en kennis van zaken, ook in het bedrijfsleven. Ja, ik denk dat die dynamiek op gang heeft gebracht. Het zit in uw DNA, hè? Ja, het absoluut. Zit zelfs in uw kleding. Helemaal. De kleuren van het logo van de HAS. Ja. Mag ik u bedanken voor dit gesprek? Graag gedaan. Heel veel succes, tot ziens.